Namens Diamondpix hier vandaag. Kun je ja, even nee. iets meer vertellen over jezelf? Wie, wie is Iden Velleman? Nee. Ja, om te beginnen dankjewel dat je uh, hier uh, mag zijn. Um, ik ben oorspronkelijk Israëlier, dus vandaar ook uh, een beetje het accent um, en de grammatica. Ben hier, uh, mijn vader is wel in Nederland, dus ik heb wel een Nederlandse roet. Dus ja. Maar goed, ik ben 25 jaar geleden naar Nederland gekomen. Daar heb ik uh, hogelhotelschool gedaan in Scheveningen. En ik ben uh, vrij snel daarna in de hospitality uh, business gerold. Uh, maar daarna ook gelijk in de software hospitality business. Ik heb een aantal uh, start-ups gehad. Onder andere uh, een van de eerste pricing optimization tools voor hotels. Uh, die uiteindelijk werden overgenomen door Booking.com. Daarna nog uh, meer start-ups. En uh, een paar jaar geleden, uh, in het begin 2021., zijn we begonnen uh, met het idee van Diamond Picks. Uh, misschien daar kan ik meer zo. Ja, zeker. Vertellen. Ja, absoluut. zeker. Ja. Ja. Was, was dat rond die tijd dat wij elkaar tegenkwamen bij de Bitcoin, uh, bij de Bitcoin Amsterdam? Ik denk nee. dat 2022. Ja, dat was al een jaar later. Het was laatst. daarvoor, ja. 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 Dus wat, wat, wat. Het waren een club van mensen. Die, uh, ik, heb, ik heb in 2016 uh, wat Ethers gekocht en daarna wat Bitcoin. En daarna gingen we mijnen met een paar mensen. Dus we waren al best wel uh, lang bezig met crypto. Op een gegeven moment um, willen heel veel mensen met ons gaan handelen en treden En wij dachten, oh, we, er, is, er is wat. Laten we een platform bouwen die, die mensen kunnen helpen om samen, om samen te treden. En in onze club die wij oorspronkelijk gingen handelen, waren een aantal engineers. En in het begin van 2021 mm. um, zijn we gewoon begonnen met het bouwen van een platform. Um, en officieel in oktober. Oktober 21 is is, is Diamond pix uh, Diamond Pics begonnen. Uh, waarom Diamond pix uh, een van die oprichters die heeft de boerderij in Trente en die heeft ja. heel veel uh, varken. En uh, iemand kwam met het idee. Hij, op een gegeven moment Elon Musk die ging twitteren over over Diamond Hands. Ja. ja, ja, ja. Die combinatie ja, 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 van ja, ja. Diamond Hands en en varken. Ja. Uh, kwamen met Diamond Pics. Ja, um, en, en het idee was... van een spaarvakentje misschien ook nog wel. Ja, en, en toen ja. kwamen in het spaarvakje. En ja. dat was ook een mooi ja. logo. En, ja. en, en die Dus dacht van: nou ja, laten we iets geks doen. Dat uh, gaan jullie niet vergeten, als snel in ieder geval. Klopt. En Klopt. Um, ja, nou, zo, zo zijn we een beetje begonnen. Um, tijdens de bull market natuurlijk. Ja, goede tijd. Ja, goede tijd, maar tegelijkertijd oktober 21, november 21 ja. was al de piek. En uh, daar hebben we ook heel veel van geleerd. Want we begonnen met een platform die in feite wat Diamond Peaks nog steeds doet. Je, uh, het is gericht op de retail uh, exchange users. Om hun te helpen, uh, hun wallet te managen in, 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 in een hele flexibele manier, maar ook vooral hun wallet te beschermen in, in slechte tijden. En wat je doet, je moet eerst uh, je API uh, connecten via een API. En daarna krijg je de mogelijkheid om een strategie te kiezen. Strategie bij ons zijn fonds, verschillende strategieën. Je kan ook kiezen om een deel van jouw portemonnee toe te uh, wijden aan ons. En een deel uh, in, met jouw favoriete coins gewoon zelf te gaan hoddelen of verhandelen. Dus we bieden heel veel flexibiliteit. Maar vooral voor de nieuwe mensen in crypto. Of mensen die niet iedere dag op de... Crypto Twitter zitten. En ze willen gewoon crypto hoddelen. Proberen van hun wallet te beschermen tijdens slechte tijden. En meegroeien tijdens nou, de goede tijden. Dan ben je eigenlijk bijna nog meer dan een bot. Dan zou ik een bot bijna een, 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 te, een te kleine term vinden. Een bot is over het algemeen. Natuurlijk uh, kopen, verkopen. Maar het stukje beschermen. Dat is, maakt jullie wel in die zin, denk ik, uniek. Kijk, een onderdeel van ons product heeft een actieve strategie. In de actieve strategie zit een combinatie van bots. En de bots uh, werken in verschillende methodes. Ja. Ze worden gegenereerd ook um, uh, door AI. En op een gegeven moment worden aantal bots gekozen. En in die combinatie um, gaan we strategie kiezen. Welke, welke doelgroep hebben jullie nu? Want uh, je ja. komt uit een andere tijd uh, dat crypto um, nog een heel moeilijk begrip was voor de normale mensen. En je merkt dat er nu een verschuiving plaatsvindt. Ja. Kijk, de, de, de mensen die in de crypto zitten, uh, sommigen willen zelf handelen en ja. zelf uh, traden, da, da, daar zijn we niet geschikt voor. Nee. We zijn wel geschik, geschikt voor, voor mensen die zeggen van, Yo, ik geloof in de crypto, ik wil een onderdeel van mijn portfolio uh, toewijden, allokeren aan crypto. En ik wil zorgen dat het niet 90% naar beneden uh, gaat uh, als de bear market begint. Dus ja, daar kunnen ze bij ons terecht en dan gaan we het gewoon voor hun overnemen. Als je meer flexibiliteit wil hebben en op een gegeven moment krijg je meer ervaring en wil je zelf handelen, kan je een onderdeel bij ons nog steeds de bots of de strategie laten managen. En een onderdeel kan je het zelf doen. Wat we wel merken, dat steeds meer krijgen we users die steeds meer dingen willen doen. En we, ja, ergens in Q2 gaan we ook een Signals eh, onderdeel, de eh, new section voor mm -hmm. Signals. Uh, introduceren. Ja. En we noemen dat build your own strategy. Dat Dan gaat. kan je eigenlijk je eigen ja. bot uh, kiezen. Ja. En, de, waar, en verschillende methodes van de bot. Je kan een snelle bot of er kan een trends bots of verschillende soort bots voor verschillende coins. Ja. En die kan je ook koppelen met uh, automatisch of niet. Wat je kiest met de exchange. Ja precies. Of je, of je laat ze gewoon een signaal afgeven eigenlijk. Een signaal geven die automatisch uh, wordt o uitgevoerd. Oké. Okay. Uh, naar de exchange of niet. Je kan dat ook handmatig doen en je krijgt het via de signaal via WhatsApp of via Telegram of wow. Discord oh, of tof. e-mail of, of wat ja. je wil. En dat in feite kom je in, in, een, in, een, uh, in, in, een, in een omgeving tere terecht waar je een onderdeel zelf kan dingen doen mm -hmm. en zelf kan handelen of yeah. met sig signals of zonder en zelf aan ons laten handelen. En uh, ons laten handelen betekent dat we een uh, aantal strategieën aanbieden. Ja. We hebben een, een top 10 indexstrategie, die op dit mm. moment heel goed doet. En uh, In ja. 2023 heeft hij meer dan 112% procent, uh, gedaan in totaal. En we hebben een aantal actieve strategieën, um, zoals alleen Bitcoin. We noemen dat Bitcoin Protection Strategie, die verandert in Bitcoin in en out. En die heeft vijf verschillende Bitcoin bots. Uh, die, die gaan long in en out. Uh, we hebben ook hetzelfde voor uh, Ethereum en Bitcoin, het heet Gascon. Ze zijn allemaal varken namen, nou, <laughs> En we hebben een Cryptomix, die ik doe ik ook. En dus, we kiezen twaalf of dertien hele goede munten, yeah. die wij fundamentally denken dat heel sterk zijn. Mm -hmm. Ze verdienen geld, de tokenization is goed, het team is goed. Uh, we zien dat het ecosysteem uh, zit er heel goed in het ecosysteem en met die hebben we uh, verschillende bots per ja. coins en daar zit ook een uh, cryptomix strategie. En dus het klinkt zamen. als een hele, hele makkelijke ge en gebruiksvriendelijke uh, platform. Het is ook zo, dat is ja. de bedoeling. We zijn geen traders, nee. we zijn nooit traders geweest. In de team, in de co-founding in de, in de team zitten heel veel uh, twee hele senior engineers ja. die heel veel ervaring hebben mm. en uh, we denken alleen van van de kant van de klant. Wat yes. de klanten, hoe, hoe makkelijker kan yeah. het zijn. Yeah. Dus de onboarding kan je in principe, inclusief de koppeling van de API, binnen 5 tot 7 minuten ben je klaar. Vanaf het moment dat je bij ons inschrijft, kom je in de play mode. Een play yeah. mode is. Yeah is een, een soort van simulator, simulator dat je ja, ja, zien. Ja, daar Wat we het had ik over. verdiend als ik die en die ja. strategie ja. gekozen? Nou, ga je verder om inschrijven, koppelen, koppelen met de API. Bitwavo bijvoorbeeld ja. is een uh, grote klant van ons, een grote exchange die wij mee werken in, uh, in Nederland. En uh, kiezen een strategie. En uh, ja, ja, dan hebben we het gewoon uh, we het overgenomen. En daarna kan je ook een paar uh, aantal coins of één of meerdere coins kiezen die je wil zelf of handelen en dan doen wij niks mee. Oké, okay. zijn er nog meerdere uh, exchanges waar jullie mee samenwerken in Nederland? Nou of ja, in Nederland. Uh, uh, ja, nou ja, goed, we zijn begonnen natuurlijk met ja. Binance. Ja. Bijna ja. alle ja. klanten van ons waren Binance. We hebben nog steeds koppeling met Binance. We hebben ook klanten mm -hmm. in het buitenland die, die Binance gebruiken. Um, toen gingen we met hobby uh, aan de gang. Nou, ik moet zeggen dat we niet heel veel tractie met de hobby hebben. Ook Vanwege het wisselen van de wacht daar. Ja. Uh, maar we hebben daar een koppeling. en We hebben wel klanten, sommige klanten, die gebruiken meerdere Accenture Bones. Dus die kunnen Bitwavo en een hobby. En dat hebben we wel. Dus een paar Nederlanders die wel een hobby gebruiken. De derde, uh, de, nou, daar hebben we natuurlijk Bitwavo. Daar hebben we de meeste klanten. Mm. Hebben we hebben ook hele goede samenwerking met Bitwavo. Mm. Um, dus dat, dat gaat heel goed. En uh, de vierde is Whitebeat. Whitebeat okay. is best wel een grote uh, exchange uit ja. Oekraïne. Mm -hmm. en daar hebben we niet zo lang geleden, twee maanden geleden, hebben we die, uh, de partnership uh, geannounced en uh, dat gaat best wel goed. Dan krijgen ja. we steeds meer uh, mensen die, uh, die koppelen ook met Whitebit. Ja, die ken ik inderdaad. Ja, dat, uh, ja. ja de volgende worden, dus een aantal die bijbiedt voor de volgende kraken, ja. Je moet het zo zien, onze doelgroep die zijn niet de professionele traders, dus we moeten ook exchanges vinden en en Bybit is wel een, ja, een, is een, een exchange veel. die ja. heel veel traders gebruiken. Ja. 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 Maar toch denken we dat er is ook een onderdeel die Bybit groot genoeg waar we een onderdeel van de de audience van hoe Bybit ook. Zeker. Ja. Maar toch ja. geschikt ja. voor ons. Een hoop gebruiken. mensen gebruiken nog Bybit, ook buiten traders, ja. omdat ze die kaart hebben ook. Ze hebben natuurlijk die bijbit, heeft die creditcard, die, die, credit die debitcard. Debit dus daardoor zijn er ja. veel mensen die daar een account hebben, dat merken wij wel. Ja. Dat er echt wel. Dus dat, dat is denk ik echt een hele goede om aan je. Ja. En ze werken in samenwerking met SATOS. Dus ze kunnen ja. in Nederland ja. goed, eh, ja. goed, goed werken. Ja. Dat je werkt kan nu goed. Ideal, uh, SEPA, heel makkelijk, ja. werkt supersnel ja bijvoorbeeld we hebben nu uh, we hebben net uh, mensen kunnen de invoices betalen bij ons via ideal of via stripe uh, via creditcard automatische inkassen. dat is helemaal geen ja. probleem wij uh, even voor de duidelijkheid we kunnen niet geld withdrawen van nee. uh, portemonnee we krijgen nee. alleen de toestemming ja. Uh, ja. om te treden ja. Ja. dus uh, ja. mensen ja. moeten de de betalen zichzelf en ja. uh, we hebben sinds kort de crypto payment. Hm. Maar dat kan dus via Bitwavo niet. Bitwavo kan je niet met crypto betalen naar een andere wallet. Nee, je mag ja. natuurlijk polywallets gebruiken. Ja. Ja. Maar dat kan wel zou wel met, ja. met, met Whitebeat Kan dat wel met ja. Hobby wel en met Bybit Whitebit ook. ook. Ja. Dus ja, er, er zijn een aantal... Eh, en, en sommige klanten willen echt per se met crypto betalen. Ja. En dat, 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 dat snappen ja. we het wel. Ook wel begrijpelijk, ja. Ja, ja. ja wij snappen dat wel. Ja, Max ja, Maxi zou, ja. Max zou ook nog een optie kunnen zijn. Dat is wel een partij waar ook weer een bepaalde doelgroep zit. Omdat hun, zeg maar... Heel erg easy KYC, bijna no KYC, tot 30 bitcoin kan je we per dag. Met vrijwel geen KYC. Dus je hebt ook weer mensen die vanuit de privacy overwegingen daar weer heel erg actief zijn. Om daar te koppelen, ja. Om we, we, de laagste fees ook. We denken steeds meer ook aan Mika. Hè? Dus de, de, ja. voor 2024, ja. Ja. de tweede helft, ja. hebben we, gaan we iemand aannemen die die de hele traject met ons gaat volgen. En daar moet je ook misschien aan de juiste exchanges kiezen, van dat is met waar. wie ga je ja. werken. dus ik, ik, Misschien hebben ik gelijk en dan moeten we het uitzoeken, maar... Ja, je hebt ook al een wel KYC gedeelte. Dus het, 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 het wordt nog een beetje aan de gebruiker zelf overgelaten. Voor hoe lang dat nog kan natuurlijk ook. Klopt, ja. we doen eigenlijk KYC Digital DigiGentity. Die, 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 die dus we hebben een aparte derde partij in Nederland die met ons de, de KYC doet. Oké. Okay. Um, ja. Yeah. Mooi. Ik um. weet uh, dat jij geen uh, voorspellingen doet over prijzen. Maar um, als jij vooruit kijkt uh, naar het aankomende jaar, en dan hebben we het. Uh, puur over Diamond Pick zelf. Zijn er nog spannende dingen die uh, jullie in het vooruitzicht hebben, op basis van wat je ongeveer uh, voorziet wat er in de markt gebeurt of gebe aan het gebeuren is? Ja, dus ik denk dat het een goede vraag. Nee, ik, ik wil geen prediction doen. Hè? Nee, ons nee, ons goede vraag. Iedereen vraagt wel... wat ja. zou de ja, dat zeg ik net. bitcoin prijs aan <laughs> het <laughs> eind van 2044. Ik ben ja. de enige die niks zegt. Ja. Ik. ik ik krijg het dan sowieso verkeerd. <laughs> Kijk, um, ik, ik vind wel dat de prijs van uh, crypto, bitcoin, risk assets heel erg gerelateerd is aan de interest rate en uh, de rente in Amerika. Ja. Dat hebben we gezien ja. al jaren ja, ja, ja. Uh, in de geschiedenis. Ja. Dus als wij een uh, verlaging van de rente in Amerika gaan zien, verwacht ik dat, wij, dat de bull market zou doorgaan of beginnen, of whatever, hoe je dat noemt. Ja. Um, dus dat hebben we gezien de laatste twee maanden. De dus verwachting is dat in 2024 de rente omlaag zou gaan in Amerika. En dan hebben we een mooie oktober en november gezien. Nou, vanaf december en nu is het men is niet helemaal zeker meer et cetera En misschien gaat dat toch wel niet omlaag en de inflatie toch wel eh, blijft die toch wel hoog. Nou, dan zie je ook dat de zijwaarts bewegingen yeah. beginnen. Dus dat, ja. is, dat is voor mij heel duidelijk. Ja. Um, Natuurlijk in een in goede market sentiment mm. dan krijgen we meer klanten, mm. mensen hebben meer interesse en ja. dan vinden ze ons via allemaal blog, via ja. jullie bijvoorbeeld ja. of via Bitwavo ja. en vinden ze de weg naar ons toe mm. en dan krijgen we meer klanten dus dat willen we graag de bonmarket zien. Uh, met de ETF en uh, verlicht ETF voor e Ethereum uh, kan je daar ook natuurlijk meer demand drivers krijgen. Dus naast de rente. ...hebben we steeds meer demand driver. Het wordt mm. steeds meer mainstream. Dat ja. is een proces die heel lang duurt... ...maar yes. die, die blijft ja. gewoon doorgaan. Ja. Ja. Ja, mensen verwachten dat met een Bitcoin ETF... ...dat je dan morgen gelijk... ...een, uh, hè, een, 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 een koers van 65.000 gaat krijgen. Maar eigenlijk is het nu zo... ...dat die capital inflow... ...die wordt nu gewoon veel hoger. Dus iedere dag komt er langzaam veel geld bij je. Ziet ja, die... en je hebt nu de Grayscale verhaal, hè? Dat, dat daarom mensen, en je hebt de Mangoks, die die, die ja. gaat binnenkort bitcoin verkopen, dus die, die, die beweging die omhoog, omlaag, omhoog, omlaag die blijft, maar ik denk dat Zeker. die stijgende lijntrend, die, die verwacht ja. ik in 2024 wel te blijven. Hoe of anticiperen het... jullie daarop? Nou ja, dus A, ah, eh, we, zijn, we zijn op dit moment eh, meer geld aan het ophalen. Ja. Eh, we krijgen meer klanten. We gaan meer exchanges eh, koppelen. We willen onze diensten uitbreiden met de signals. Mm -hmm. nou, build your own strategy. Nou, ja. dan, dan kunnen we ook eh, een andere doelgroep eh, meer ja. verhelpen dan ja. we wat op dit moment doen. Dus dat is een beetje het idee. We willen altijd onze bots. Uh, verbeteren. Dus we willen een, de, nog een data scientist in het team hebben die, die nog meer de bots gaan. Maar dat is gewoon een ongoing. En dat is uh, heel erg leuk werk om te zorgen dat de bots uh, steeds beter worden. Um, en vooral, ja, ik, ik, ben, ik kom uit booking.com, dus voor mm -hmm. mij is data heel belangrijk. Ik kijk altijd naar cohort analyses, oh. metrics, lifetime value en, uh, en allemaal dingen. Dus alles wat we, uh, iedere besluit binnen het bedrijf, wordt gebaseerd op data. Yeah. Yeah. En dat is de focus, want we hebben een CRM, we hebben allemaal uh, BigQuery in Google. En er is dus heel, heel veel analyses yeah. over hoe wij beter dingen kunnen doen. En de besluitvorming is altijd gebaseerd op data. Dus dat ja. is mijn focus, mijn Gaaf. eigen ja. focus ja. van 2024. Ja. Ja. En even, wat je zegt, we nemen nog twee um, dataminers aan. Hoe groot is het team van Diamond Pixel? Da data data scientist willen we hebben. We willen nog een API-developers, uh, de, de, de API. Dus een aantal, we willen nog uh, de data scientist ook voor de bots, maar ook voor andere analyses. Um, we hebben op dit moment, we zijn een, een kleiner team. Ja. We zijn vier, uh, vier co-founders. We hebben nog uh, drie, drie mensen. Dus we zijn, oh, nee, acht. We zijn totaal met acht. Met acht, ja. dus support, business development. En vooral uh, engineers. Ja, dat is toch al, nou ja, acht man. Acht FTE, dat is toch best wel... Ja, ja, ja maar we, 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 we blijven een beetje stabiel. We, we, we denken dat we bouwen een schaalbaar platform voor mm. onze klanten, maar ook voor onszelf, om ervoor yes. te zorgen dat wij niet heel veel extra mensen moeten hebben. En we kunnen nog duizenden users hebben, ja. zonder dat we heel veel meer eh, mensen in de support eh, moeten, moeten hebben. Dus dat, dat, is, dat is het idee. Ja, ja. ja goed. Netjes. Uh, ja. Uh, uh, waar kunnen we jullie vinden? Is misschien uh, wel uh, leuk om te weten. Nou, sowieso weer uw ja. platform. Ja. Uh, www.diamondpeaks.com en eh, nou, dan kunnen jullie de informatie. Eh, mensen ja. kunnen daar meer over lezen. En altijd eh, de Playmod gebruiken. Dus gewoon je ja. e-mailadres dus geven en dan ja. zie je wat de resultaten zijn. Het kost ook niks bij ons te beginnen. De eerste twee weken sowieso gratis. Als je tot 200 dollar in je wallet hebt, kost het ook geen geld. Je kan altijd bij ons stoppen. Ja. Dus, uh, dus iedere seconde kan je stoppen en zeggen: Nou, dat wil ik niet. We hebben zo'n sweep management button: on, ja. out en ja. off. En um, als het voor jou werkt, kom maar even proberen. En, uh, en als je niet tevreden bent, dan kan je gewoon stoppen iedere seconde. Okay. Dus dat is uh, dus ook uh, ja, perfect. Dat is, okay. ik, zou, ja, ik zou iedereen aanbevelen om het te proberen. Ik heb het zelf ook. Uh, ik, heb al ik draai al best wel langer van mee bij jullie natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is, uh, werkt allemaal goed. Het is inderdaad heel makkelijk. Goede user interface. Dus ja, gewoon proberen zou ik zeggen. Ja. Nee, en ik wil nog één ding over de functionaliteit. Mm -hmm. de, 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 eigenlijk de grootste, grootste IP die we hebben is de machine die zit tussen de fund managers, uh, waar de bot zitten en de en de member dashboard and that we noemen dat trade manager executor en de trade manager ex executor die kan continu de rebalance van al de wallet op basis van de uh, keuzes die de users uh, maken voor hun wallet en de trader wordt uitgevoerd met limit orders en niet ah, met kijk. market orders. Ik vind het wel echt heel belangrijk om ja, te zeker. noemen, want alle copy traders ja. die doen, zijn 99% via market orders. En ik weet niet of mensen genoeg weten over sleepage en over de kosten die betalen. Kun je het een klein trades. beetje uitleggen? Ja, nou van... ja, wat, wat je hebt, je, hebt, uh, je, je kan uh, traden en je kan voor een prijs kiezen. Ja. Dan kies je voor een prijs. En je ja. zegt, ik wil iets kopen voor 5 dollar. Ja. Ja. En op het moment dat de 5 dollar raakt, raakt, dan, dan koopt hij het. En ja. dat is de order. Yes. Maar je kan zeggen, ik wil Ethereum kopen. Ja. En dan koopt hij de market order. En dat kan niet voor een uh, prijs die ongeveer 5 dollar is, maar het kan ook hoger of lager. Ja. En daar dat is de sleep, weet je. Ja, dat is. Ja, uh, dat dat is, is wat, dan komt hij gewoon de volgende in het orderboek, de volgende, de volgende. En als hij, nou, stuk... je niet genoeg in de market, yeah. order, market maker, market makers, niet genoeg in de orderboeken heeft, dan gaat hij naar de volgende. Dan dus ja. schiet hij naar de 35, bijvoorbeeld in een klap, ja. Nou, nou goed, ja. waar de falen, daar wil je niet weten. We zijn begonnen met market orders en dat ging niet goed. En um, dat, dat is een hele, dat is een belangrijk ding die users niet weten. Ze begrijpen niet waarom uh, zoveel een trade kost. Hmm. En het kost dadelijk. Je moet alle commissie betalen aan de exchanges. En ja. de limitoren zorg ervoor dat jij ja, nog redelijk, eh, de, de, de kosten zijn nog, die blijven redelijk. Ja. En ja, dat, dat is heel belangrijk. Ja. En dat, ja. dat vinden wij eigenlijk heel belangrijk om te melden: dat wij dat ja. kunnen doen. Ja, um, ja om, om, dan kunnen we ook daardoor ietsje meer treden af en toe als het nodig is. Juist. Uh, Juist. Want dan, dan kunnen we inderdaad wat snellere bots af en toe in verschillende strategieën toevoegen, die ietsje meer treden omdat de kosten eh, laag blijven voor, voor de user. Ja, ja perfect. Nee, dat ja. is gewoon zo. Want anders dan zitten de fees een beetje verstopt in de spread, zeg ik altijd. Dan, hè? Die prijsverschillen, die maken... Die maken ja, dan, dan krijg je eigenlijk hele hoge handelskosten. Een hoop extra handelskosten. Terwijl je denkt dat die fees heel laag zijn. Dat maakt ja. voor een bot die, die veel beweegt best wel een groot verschil op, uh, op je resultaten natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, heel okay. goed. Nou, nog toevoegingen? Denk het niet. Nee, ik denk, denk dat we hem zo aardig rond hebben. Ja, dat denk ik ook. Dank je wel. Iden. bedankt. Ja, het was leuk. Fantastisch. Ja, moeten het vaker doen. Ja, ja. zeker ja.